Dit zijn de poorten van Kampen. Kampen was een goed verdedigde stad. Maar ook veel strijd geleverd. Kampen, veel strijd met geleverd. Gebouw van Kampen. De weversgilde in gevestigd. De weversgilde die had een speciale gilde die gespecialiseerd zijn in weven. En er waren mensen met ambachtskennis die kwamen uit Frankrijk gevlucht als hugenoten en die verspreidden zich zo over Nederland. En die hadden goede kennis van het laken maken. En dat is dan ook historisch vastgelegd in Haarlem. Dit zijn de historische schepen die toen de tijd kampen uitvoerden. En als ze dan een konvooi voerden, gebeurde niks met elkaar. Maar dat gebeurde als ze mis optrok, dat dan zo'n schip uit de koers raakte en alleen verder voerde. En dat was de prooi van de zeerovers. En er werden zeerovers die zorgden dan dat ze kampen kwam te weten dat ze een bepaalde soort mensen met het schip gevangen hadden genomen. Met onze losgeld konden ze de zaak vrij krijgen. Hier zie je de koch liggen van het jaar 1400. En die precies zo nagemaakt is, zo die 1400 heb gevaren. Ik ben er aan boord geweest en ik heb er ook gefilmd. En het is een origineel nagemaakt uit de historie gevonden op de Flevopolder. Toen het allemaal droog werd gemalen. En het origineel ligt daar nu. Een stukje historie dat erg bruikbaar is. Waar vrijwilligers het voor elkaar gekregen hebben om het schip precies zo na te bouwen zo die eigenlijk heb gestaan. Ze hebben alles opgemeten wat ze daar in de grond hebben gevonden. En zo hebben ze dat schip nagebouwd. Fantastisch. Bovenop gaat hij bij zijn ouders even olie eruit laten lopen. Oh, ja.